Ik zit hier met Jonathan Schouten. Jonathan Schouten, Utrechtse ondernemer. Jonathan, where it's all happening. Wat doe je? Ja, hier in Ja Indus verhuren we ruimtes aan ondernemers. En dat zijn allemaal creatieve ondernemers die allemaal verschillende producten maken. Concreet, wie zit hier? Nou, hier zit bijvoorbeeld Noest. Die maakt van stadshout snijplanken tot aan sleutelhangers, tot aan allemaal gadgets. Ook voor de kerst bijvoorbeeld een kerstbal. Dat wordt allemaal met een lasersnijder gedaan en dan wordt het allemaal uitgesneden en dan kan het de markt op of in de winkel gaan liggen. Maar er zitten ook mensen die keramist zijn. Mensen die ornamenten namaken, dus dingen die stuk zijn gegaan aan de stadsrand of kant van het water, dat het opnieuw hergeproduceerd wordt. Je hebt hier meubelmakers, grafische vormgevers, boekenschrijvers, alles door elkaar eigenlijk. Wat is je motivatie? Nou, motivatie is voornamelijk dat ik heel lang op zoek ben geweest naar een eigen werkplek waar je allerlei producten kan maken en waar je toegang hebt tot allerlei machines en waarom je gezamenlijk dan iets kan produceren of alleen kan produceren, maar met hulp van anderen. En daarom doe ik dat. Ik sta hier in de werkplaats van Niels Jansen. Niels, wat doe je? Ik maak reproducties van onder andere ornamenten en beelden. Door middel van siliconen mallen. Hier ligt bijvoorbeeld een voorbeeld van een rubberen mal die ik gemaakt heb van een trapspijl. En die is origineel van hout gemaakt. Ik maak er een siliconen rubberen mal van omheen en kan ze zo namaken in kunsthars. En hier liggen twee voorbeelden van hout gemaakt, zoals je kan zien. Ja. En dit is de reproductie die uit de mal is gekomen. Hij moet nog wel afgewerkt worden, dus er moet wat deelnaadjes moeten er weggeslepen worden. En zo op deze manier kan je eigenlijk oude bouwmaterialen reproduceren. En je kunt ze ook vervangen dan, of niet? Vervangen doe ik niet. Ik lever eigenlijk alleen de producten zelf. En de aannemer die het bij mij bestelt, die plaatst in de trap. Dus het is heel divers wat ik doe. De ene keer is het trapspijlen, maar... Zoals je hierboven kan zien, zijn er ook allemaal andere ornamenten en modellen die ik door middel van die mallen namaak. Jullie hebben nu twee panden hier rond de Europalaan, of niet? En worden het er drie? Heb ik dat gehoord? Goed gehoord? Ja, klopt. We gaan binnenkort uitbreiden met een nieuw pand. En daarin gaan we ook weer aan de slag om creatief te zijn. En hoe creatief worden jullie? Wie komt erin? We zitten te denken op dit moment gewoon nog deel van wat we nu aan het doen zijn. Dus beeldend kunstenaars, grafisch vormgevers, tot aan makers eigenlijk. En buiten dat om zitten we te denken om motorcustomizers en wat meer richting foodtrucks te gaan denken die hun eten kunnen bereiden voordat ze naar een festival gaan. Weet je, er komt een nieuw pand. Ik wens je er heel veel succes mee, hè? Ja, dankjewel.